Mijn naam is Anton van Wijk. Ik werk voor Dorcas. En de afgelopen 3,5 jaar ben ik betrokken geweest bij de noodhulpprojecten in Oost-Oekraïne. Die komen nu bijna ten einde. En ik vertel je in dit filmpje graag iets over de 3 hoogtepunten die me zijn bijgebleven. Een van de eerste dingen die mij bij zijn gebleven over de afgelopen 3,5 jaar werk in Oost-Oekraïne is dat we met een aantal organisaties erin geslaagd zijn om zowel in het gebied te werken dat in de handen is van de Oekraïnse overheid, als ook in het gebied dat wordt gecontroleerd door de rebellen. En juist in dat laatste gebied zijn de humanitaire noden het hoogste geweest. En lang niet alle organisaties hebben daar toegang tot dat gebied en zijn in staat geweest om daar te werken. Maar als gezamenlijke organisaties is dat ons wel gelukt. Een tweede punt waar ik trots op ben is dat we met een aantal verschillende organisaties hebben samengewerkt. En dat we eigenlijk elke organisatie hebben geprobeerd in zijn kracht te zetten. Zodat de organisatie die gespecialiseerd is in psychosociale zorg, die focust daarop. De organisatie die gespecialiseerd is in het geven van geldgiften, die focust daarop. En door die aanvulling en door die expertise goed te combineren, hebben we meer mensen kunnen bereiken dan anders mogelijk was geweest. Het laatste ding wat ik nog wil vertellen over de periode in Oekraïne is dat we daar de afgelopen tijd ook uiteindelijk hebben daar mensen geholpen. En wat mij wel bijblijft is een situatie dat ik op bezoek was in een dorpje in het oosten van Oekraïne. Op een plek waar heel regelmatig nog gevochten werd. Een plek tussen de strijdende partijen. Dus aan de ene kant het Oekraïnse leger, aan de andere kant het rebellenleger. En dat we daar op bezoek waren bij een familie die we hielpen met cash grants. En daar leven helaas ook hele jonge kinderen. Dus ik sprak een jongetje van 8 en die gaf aan dat hij erg bang was voor een hele grote hond. Aan de ene kant en aan de andere kant voor het geluid van bommen 's nachts waarvoor hij de kelder in moest vluchten. En ik vond het heel schrijnend om te zien dat een kind aan de ene kant een hele natuurlijke angst heeft voor een grote hond. Nou, dat is heel begrijpelijk en heel normaal op die leeftijd. En aan de andere kant angst had voor iets waarvoor een klein kind geen angst zou moeten hebben. Het zou niet in de wereld van zo'n kind moeten bestaan dat er een bom op je huis kan vallen. En wat mij wel toch wel inspireert is dat we in staat zijn gezien om in die situatie van die mensen, waar het ook economisch heel moeilijk is, dat toch een kleine bijdrage kunnen leveren en hebben kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van die mensen.